Goeiedag iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Bij mij is het namiddag. Ik weet niet wat het bij jullie nu is als jullie naar deze video kijken. Dus bij deze goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Waar waren we gebleven? Ik zal het een keer zeggen. Wij moeten naar Avalon. Maar ik heb net gezien dat we een missie bij hebben. Ik had dat dus de vorige keer totaal niet gezien en ook niet gecheckt. Dus in principe konden we dat al gedaan hebben, denk ik. Hoewel, nee, dat ik denk dat ik twee klokjes had. Ik zie dat ik een missie bij Helga heb. En ik heb altijd gehoord dat om naar Epona te kunnen gaan, moet je de missie doen van het zomerhuis van Helga of zoiets. Dus ik hoop dat dat het is. Dat is straks in Fort Pinta. Maar eerst gaan we naar Veildale. Omdat we naar Avalon gaan. Hè. Avalon heeft een keer nagedacht over ons probleem daar. Dus ik ga even de gameplay ietsje stiller zetten. Maar dan ging wel heel luid. Goed, dus we gaan naar Avalon. Avalon zeg het een keer met onze schaduwzoeker. Allee, de schaduwzoeker dat we daar gaan afleveren zijn met die stofzuiger met XP, blablabla. Ik vind het nu toch een klein beetje vervelend antwoorden die missie. Mag daar wel iets nu gaan gebeuren? Het was heel spannend, maar we zijn zo in een stukje beland. Ik hoop bij het editen van de video dat het misschien interessanter uitziet. We zijn nu al drie dagen eigenlijk gewoon weg en weer aan het lopen. Vind ik een beetje saai. Goed, dit was een interessant probleem, Olympia. Ik denk dat ik een oplossing gevonden heb. We gaan deze kleine schaduwzoeker goed maken in plaats van slecht. Aha. Dat is niet zo moeilijk als je denkt. Het is belangrijk dat je de schaduwzoekers begrijpt. Ze zijn heel boos en gemeen. Maar dat komt omdat er veel slechte, duistere magie is op de plek waar ze vandaan komen. Dus gaan we de duistere magie eruit trekken en vervangen door een beetje goede magie. Oké, dit moeten we doen. Kijk achter de huizen aan deze kant van de rivier. Achter een van die huizen, ik weet niet meer welke, heb ik vorig jaar een aardig kruid geplant. Hij zou nu geplukt moeten kunnen worden. Pluk er een paar en dan maak ik daar magisch poeder van. Alweer een klokje hebben zeker dan. Oké. Dan gaan we kijken. Hè. Achter een van de huizen, langs deze kant van de rivier. Dus uw huis is het al niet, ziek. Alhoewel, hij heeft hier een blokhutje. Het staat niet echt aangeduid op de kaart ook niet. Hè. Dus we hebben uw buren hier. Gaan we even bij uw buren gaan kijken. Oh nee, ben jij het. Dat is weer jouw huis. Oké. Wacht hoor. Dan even bij uw buren. Ja, dat is uw hutje. Dus daar gaan we niet naartoe. Yeah. Maar dat is de stal. Dat is de stal. Dus we gaan even. Hier is het ook niet. Daar. Daar achter hier. Misschien. Oh, ik zie daar iets fonkelen. Ja. Kom. Oeh, la 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 la. Oeh, veel hoor. Oeps. We hebben er voldoende. Oké, Avalon. Het gaat nu nog weer een dag duren hoe dat klaar is. Zeker ook nog. Hallo. Dat was snel. Dit kruid ziet er heel goed uit, Olympia. Dankjewel. Poeh. Zo, ik heb het aardig kruid gemalen en er nog een paar geheime druïde ingrediënten aan toegevoegd. Kijk hoe goed het poeder geworden is. Vind je het niet heerlijk ruiken? Net als kaneel in zomerregen. Oh. Als je dit poeder opzuigt... Oh, kaneel is zoiets winters, vind ik. Maar ja, bon. Als je dit poeder opzuigt met de schaduwzoekerzuiger, krijgt de schaduwzoeker een goede hoeveelheid vriendelijkheid. Het zou moeten werken. Laten we het proberen en afwachten. Zuig het vriendelijkheidspoeder op met de schaduwzoeker dings.
Oké, okay, ik moet afstappen. Oké. Okay. Oeps. Wauw, die kleine geest klinkt nu heel vrolijk. Neem de val weer mee, je zult hem nodig hebben in de toekomst. Oké. Ik ben blij dat ik je kon helpen, Olympia. Breng de schaduwzuiger met het poeder terug naar de heks. Laat haar alsjeblieft weten dat de druïdes geen wrok tegen haar koesteren. We zijn heel blij dat ze weer aardig is. En we zouden het leuk vinden als ze hier thee komt drinken. Ze is ontzettend welkom. Vertel Pi alsjeblieft dat we de omgebouwde schaduwzuiger zo snel mogelijk moeten gebruiken om de Pandorische scheur te sluiten. Het is heel belangrijk. Dit is heel belangrijk. Wacht, neem de rest van de vriendelijkheidspoeder mee. Je hebt het misschien nog nodig om andere schaduwzoekers mee te behandelen. Oké. Dan gaan we doen. We hebben alles mee. Oké, dan zijn we terug naar Hexpy. Oké. Dus, wat was ik aan het vertellen daarnet? Dat ik twee missies heb, maar ik ga ze splitsen. Hier ga ik gewoon deze missie samenhouden en ik ga dan een aparte video doen, misschien voor Helga. Misschien is het totaal ook niet belangrijk en heeft het niets te maken met dat zomerhuis of is het totaal niet van belang, dus dan kan ik hem wissen. Alright. We gaan naar, nee, niet de boerderij van Steve. We gaan naar Jasper. Ja. Zo. Ik had dat wel een beetje klusjes moeten doen, maar ben hier heel de tijd een trailer aan het nemen. Zonder dat ik ook maar iets aan het verdienen ben. Alhoewel, ja, met missies verdien je ook wel iets, maar toch. Oké. Ik moet niet bij Jasper zijn. Ik moet naar de heks. Oké, hier staat ze. Goed. Stap ik eraf, Olympia. Maar. Oké. Hallo daar. Wauw, de geest klinkt vrolijk in die duikfles. We moeten hem snel vrijlaten, toch? De druïdes willen dat we nog de Pandorische scheur sluiten met behulp van de vrolijke geesten. Dat moeten we meteen doen. Oké. Nu we weten hoe de schaduwzoekers werken, moeten we alle anderen vangen en de weg naar de scheur vrijmaken. Vang ze op dezelfde manier als je al gedaan hebt en kom naar me terug als ze allemaal in de duikfles zitten. Schiet op. Als we te langzaam zijn, kunnen er meer schaduwzoekers doorheen komen. Zet de schaduwzuiger op de grond en ga aan de kant. Vergeet hem niet telkens op te pakken als je er één hebt kunnen vangen. Oké. We gaan dat proberen. Ofwel, oké, ik ga uit mijn schuilplaats komen. Oké. Snel. Oké, kom maar af. Nu is hij daar. Oké. Kom maar af. Chok. Pakken. Oké, dan de volgende lopen.
Maar die volgende, dan moest ik zo wat door dat ding, zeker precies, dacht ik. Of, wacht eens even. Ik moet daar eerst in de rechter aan vangen, zeker. Even zien. Ik zie niks. Daarop is het. Yes, daar juist. Die zit er niet in. Waar is die naartoe? Die is er toch over. Nu misschien? Kom. Allee. Gaat lukken. Yes. Hij zit erin. Oké. En check it. Het is afgerond. Oké. Nog vlug terug. Oké. Nog door dat struikgewas normaal gezien. En dan zijn we er. Oh. Hè? Huh? Yes. Oké. Goed. Zuig nu met vriendelijke poeder in de pen en de blabla. Poef. Luisteraars, ze zijn allemaal aan het zingen. Klinkt heel mooi. We zouden het op moeten... Jorvikify. Oké. Het zou een grote hit kunnen zijn. Wat, ben je verrast? Omdat ik een heks ben, wil het nog niet zijn dat ik internet en nieuwe ontwikkelingen niet volg. Ik hou van muziek. Maar goed, even terug naar wat we moeten doen. Nu moeten we ervoor zorgen dat de scheur gesloten wordt, zodat er niets slechts meer in onze wereld kan komen. Neem de vrolijke lichthoekers mee naar de scheur en zet ze op de grond eromheen. Ze zouden samen zoveel positieve energie moeten geven dat de scheur instort en het portaal naar Pandoria sluit. Succes, Olympia. Neem de lichtgeesten mee naar de scheur en zet ze eromheen op de grond. Ga terug, blablabla. Oké. Mama. Mag ik niet met mijn paard gaan? Kijk, kijken als hij mee mag. Dat is toch wel even anders stappen, hè? Hoep. Oké. Let's go. Oh, die kan niet binnen. Ah, nee, die kan dan niet binnen. Oh. Nee, dus. Oké. Dan ga ik te voet, hè. Oei. Oeps. Ach, zo saai, jong. Allee, vooruit dan. En we stappen, en we stappen. En we gaan omhoog. Daar is die scheur. Zie ik.
Als dat nu maar goed afloopt. Ik bedoel, goed aflopen zal het sowieso niet doen, want Pandoria staat op het programma. Dat komt eraan. Maar ja, misschien kunnen we het eventjes, hebben we het eventjes opgelost nu. Oké. Oei. Hier een vriendelijke. Daar een vriendelijke. Klinkt raar. Oké. Wat is er nu gebeurd? Ja, de scheur is dicht, maar dat blijft zo paarsige toestandachtig iets echt te zijn. Ja, ik weet nu niet of ik juist aan het lopen ben. Ik onderstel van wel. Goed gedaan, Olympia. Ik kon het hier voelen toen het duister de berg verliet. De lichtzoekers zijn terug naar Pandoria. Waarom? Niet alles uit Pandoria is slecht, weet je. Het is ingewikkeld. Pandoria. Waar zal ik beginnen? Ja, Pandoria. Je begrijpt dat. Er was eens... Praat maar weer eens met de druïdes. Ze kunnen dit gedoe met Pandoria aan je uitleggen. Daar heb ik nu even geen tijd voor. Begrijp je? Mijn ketel staat nog op het vuur, dus ik moet terug voor die op weg kookt. Ik moet ook mijn was doen. Ik moet er vandoor. Maar het was leuk. We moeten een keer lunchen, vind je niet? Tot ziens, Olympia. Rijd naar Veeldeel en praat met de druïdes over Pandoria. Dus ik ga dat misschien nog eventjes doen om ja, een beetje te weten te komen wat dat Pandoria nu juist is. En dat is toch een belangrijk deel van het verhaal dat er straks zit aan te komen. Ik dat Justin, Lisa, maar Justin is daar nu een beetje in handen van. En oepsie. Geen gekke toeren, nee, Olympia. Alright. Gaan we er hier af? Ja. Oké. Goed, we gaan naar Veeldeel. Komen dan straks terug. Ja. Dus maar ik denk dat Lisa de eerste is en Anne dan de laatste. Dat moeten we gaan halen. Naar Warmoek, Veeldeel. Verkeerd gedrukt. Ja. Och, mijn hoofdpijn. Boeh. Oké, veel met de druïdes gaan praten. En dan ga ik afsluiten. De missie afsluiten. Waarschijnlijk eventjes. Tot het vervolg er dan aankomt. Maar dit was toch een... Oh, moet bij Elisabeth zijn. Ja. Oké, Elisabeth. Pandoria, ik wist dat je ons hier vandaag over zou vragen. Dit is geen kennis die we zomaar delen. Het is niet dat we niet vertrouwen, maar het is meer of je echt klaar bent om deze kennis te accepteren en te begrijpen. Dat vragen we ons af. We moeten dit met de raad overleggen, Olympia. Heb geduld. Als de tijd rijp is, delen we al onze kennis met jou. Oké, dan. Eens even kijken of... En over Katja. Oké.
Ik ga dat eventjes gaan doen. En dan gaan we... Ja. Maar ik ga misschien eerst toch... eventjes afsluiten. Ik ga eventjes afsluiten en kan in de volgende video de rest van de missies doen. Goed? Dus...